Hallo kinderen van Oude Amstel. Mijn naam is Marian van der Welen. Ik ben wethouder onderwijs in onze mooie gemeente. Hallo leerkrachten. Dit is de week van het recht op onderwijs en ontwikkeling. En dat is de reden dat ik deze videoboodschap voor jullie heb. Want is het nou eigenlijk wel zo vanzelfsprekend dat jullie naar school kunnen? Nee dus. Want we hebben het in het voorjaar gezien. Toen moesten jullie thuis zijn en thuis blijven en thuis onderwijs volgen. En in het begin voelde dat misschien een beetje als vakantie. Maar ik hoorde wel van kinderen dat er op een gegeven moment dat jullie het wel een beetje zat waren. Dat jullie weer op school wilden zijn en met jullie vriendjes en vriendinnetjes wilden spelen, zien. Maar ook om jullie juffen en meesters weer te zien. En dat is nou zo belangrijk. Dat we weer naar school kunnen. En dat jullie eigenlijk altijd op een goede manier naar school kunnen gaan. En om dat te vieren, dat jullie naar school kunnen gaan, krijgen jullie vandaag ook een presentje. Want het is niet vanzelfsprekend. Dat zei ik eerder al. In bijvoorbeeld Indonesië, daar zitten de kinderen al sinds dit voorjaar thuis. En die missen het om hun vriendjes en vriendinnen te zien. Hun meesters en juffen, ze hebben geen internet thuis. En hier in dit land is het ook niet vanzelfsprekend voor alle kinderen dat ze naar school kunnen gaan. Omdat ze het moeilijk vinden om in een klas te zitten. Omdat ze misschien wat problemen hebben thuis of met zichzelf. En daar proberen we van alles aan te doen. Als gemeente, maar ook de regering. Om te zorgen dat jullie allemaal naar school kunnen. Dat jullie allemaal het recht op onderwijs hebben. Dat is de reden voor het inspreken van deze videoboodschap. Dat we met elkaar kunnen vieren dat jullie lekker naar school kunnen. Want school, daar leer je toch een heleboel. Als ik terugdenk aan mijn schooltijd, ik ging best graag naar school. Ja, nee, niet altijd. Ik had ook wel eens geen zin. Maar dan denk ik terug aan de juffen en de meesters en op de middelbare school en de leerkrachten die me van alles leerden over mezelf, maar ook hoe ik moest samenwerken met andere leerlingen, maar ook over democratie en naar elkaar luisteren. We leren zoveel op school. En ik gun het jullie van harte dat jullie altijd met plezier naar school kunnen gaan en dat we er met elkaar voor zorgen dat we dat met z'n allen kunnen doen. Dus dat alle kinderen fijn naar school kunnen. Nelson Mandela zei het al. Dat was iemand in Zuid-Afrika die heel erg opkwam voor mensenrechten. Moet ik even spieken. Die zei, onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kan inzetten om de wereld te veranderen. Nou, is dat nou niet mooi? Ik wens jullie een hele fijne tijd op school. En ik hoop jullie snel weer te zien. Dag!